Het UZA is het Universitair Ziekenhuis van Antwerpen. Het UZA heeft 573 erkende bedden, heeft een 3500 medewerkers en doet jaarlijks meer dan 500.000 consulten en behandelingen. De voornaamste uitdaging voor de technische dienst in zijn geheel is ervoor te zorgen dat wij op termijn het gebouw dat in 1979 zijn deuren heeft geopend en ontwikkeld is ook, om ervoor te zorgen dat het in de toekomst aan alle vereisten kan voldoen. Dit zowel op gebied van de gebouwen, op gebied van de infrastructuur, op gebied van technieken, op gebied van het volgen van alle medische nieuwe technologieën. En daarnaast komt natuurlijk nog alle wetgeving die continu verandert, die we ook moeten mee opnemen. Een bijkomende uitdaging voor ons is uiteindelijk de groei van het ziekenhuis. Die, zoals ik al zeg, dat die 79 bij 70.000 vierkante meter, nu 120 en er komen er nog meer bij. Om te zorgen dat het uitgedeelde nieuwe gedeeltes, dat die samen geïntegreerd worden en dat allemaal functioneert. Voor de nieuwe elementen doen wij volledig beroep op architecten, studiebureaus en dergelijke meer. Maar het grote pakket, die 70.000 vierkante meter, die pakken wij ons met onze eigen technische dienst. En vooral in samenwerking met onze partner voor het technisch beheer en algemeen onderhoud, die ons daarbij ondersteunt om dat technisch te vervolmaken. Voor ons zijn de belangrijkste voordelen van HiSoft liggen op drie niveaus. Ten eerste is een gebouw dat al heel lang bestaat, 40 jaar, om dat allemaal in kaart te brengen. Overal hebben we plannen liggen, aanpassingen opgetekend en zo verder, maar dat het één digitaal dossier wordt. Een tweede belangrijk voordeel van HiSoft voor ons is namelijk dat wij in het bestaand gebouw heel wat renovaties doen. En renovaties gaan echt ten gronde, waar wij dus ook nieuwe energieën in aanbrengen voor verruiming en koeling. En dan is het heel belangrijk om te gebruik te maken van het HiSoft-programma om die nieuwe technieken daarin te zetten en zo het riolensysteem optimaal te kunnen inschatten en invullen. En een derde zaak, die toch ook heel belangrijk is, wij willen zo weinig mogelijk voor onze nieuwbouwen bijkomende energieuitbreidingen of energieproductieuitbreidingen hebben. Dat wil zeggen, hoe optimaler dat wij de energie in bestaande gebouw kunnen gebruiken, hoe meer overcapaciteit wij bij wijze van spreken kunnen creëren om de aanpalende en nieuwe gebouwen daarmee te kunnen voeden. Een voorbeeld van de huidige samenwerking is de luchtgroepen die wij nu aan het vernieuwen zijn voor het medisch technisch blok. Dit gegeven heeft heel wat impact op de hydraulische systemen, op pompen en regelingen van kranen en dergelijke meer. En daar wordt het volledige HiSoft systeem voor gebruikt om de juiste invulling te geven. Een ander voorbeeld is de installatie in het ganse ziekenhuis van klimaatplafonds. Deze klimaatplafonds die per zone een apart hydraulisch circuit vormen, moeten gekoppeld worden aan de huidige en de bestaande systemen. En waar wij dus met HiSoft software perfect kunnen de berekeningen doen om de inregeling van pompen en kranen te kunnen realiseren. Ik zou HiSoft aanbevelen omdat voor mij het belangrijkste aspect van het geheel is het dynamische asbeeldossier. In een gebouw waar continu veranderingen in gebeuren en met ook als gevolg aan technieken, ja, is het belangrijk dat je die gegevens kunt invullen en dat je daar onmiddellijk de resultaten van ziet om heel je energieverdeling en je hydraulische systemen onder controle te houden. Daarnaast vind ik ook dat het pakket zeer gebruiksvriendelijk is. Ja. Het is eenvoudig toe te passen en men hoeft er geen vakidioot voor te zijn om het allemaal te begrijpen en te kunnen volgen. Dus met andere woorden, iedereen die met de basistechniek bezig is, kan in dat systeem zijn ding vinden.